Wist je dat de kwaliteit van de thuisbatterijen de laatste 5 jaar enorm is gestegen en de kostprijs gedaald? Toch zijn er bepaalde zaken waar je altijd rekening mee moet houden bij het investeren in thuisbatterijen. Daarom vragen we advies aan de vakmannen van RA Solar. Eigenlijk is het belangrijk bij je thuisbatterij dat je gaat kijken naar de gegarandeerde opslagcapaciteit. Niet alleen hoeveel kan ze opslagen per dag, maar hoeveel garantie geven de fabrikanten in opgeslagen vermogen. Dat gaat op de markt bij de meest verkochte batterijen naar 12 megawatt, naar 13 megawatt. Maar je hebt dan ook batterijen, bijvoorbeeld die dat wij verdelen, die zitten op 20 megawatt. Wat dus al bijna dubbel zoveel garantie is in gegarandeerde opslag. Terwijl die prijzen ook heel kort op elkaar liggen. Als we dan gaan kijken naar onze nieuwste generatie batterijen, daar zitten we dan naar opgeslagen vermogen richting de 100 megawatt voor dezelfde capaciteit. De klassieke batterijen zijn vandaag van lithium-ijzerfosfaat gemaakt, waar de nieuwe batterijen, thuisbatterijen van lithium-titanaat gemaakt zijn. Het verschil zit hem in de samenstelling van de batterij. Lithium-titanaat weegt dubbel zoveel en daar hebben ze de focus gelegd op lange termijn en daar hebben ze de focus gelegd op levensduur. Waar dat ze bij de klassieke batterijen meer de focus hebben gelegd op energiedensiteit. Dus de nieuwe categorie batterij die gaat 20 jaar mee. Na 20 jaar heeft hij nog 80%, waar een klassieke batterij na 5 of 10 jaar al maar 60% restwaarde meer heeft. Het is natuurlijk heel belangrijk wanneer je eigenlijk een batterij aankoopt, dat je kijkt naar de capaciteit van de batterij, als ook naar de capaciteit van de zonnepanelen. Ten tweede is het heel belangrijk dat je een juiste energiecontract kiest. Zeker na de afschaffing van de terugdraaiende teller en de digitale teller die nu bezig is, helpen wij de klanten om het juiste injectiecontract bij de energieleveranciers te zoeken. Daarin staan wij de klanten ook jaarlijks bij in advies en zoeken wij voor hun ook jaarlijks de beste tarieven uit. Ten derde is er ook niet heel veel onderhoud aan een thuisbatterij. Wat wij wel jaarlijks doen, is de nodige software-updates en proactief werken. Moest de thuisbatterij bij de klant uitvallen, dat wij die dan automatisch zelf contacteren.